Herken je dit? Er klinken stemmen in je hoofd. Stemmen van anderen die een nare nasmaak hebben achtergelaten. Misschien wel lang nadat ze ooit werkelijk gezegd zijn. Wat het ook is. Je hebt geprobeerd die woorden te weerleggen, maar je bent er ook in gaan geloven. Dat is niet fijn. Je mag aan mij je verhaal vertellen, maar je hoeft ook niets over je probleem te zeggen. Dan gebruiken we de taal van het lichaam. Of we gebruiken een metafoor voor jouw situatie. Wat het ook is, het levert je altijd nieuwe inzichten op. En je krijgt nieuwe betekenissen over het verleden.